De Krappahoeklaan en de Rajasthanweg in het district Nikeri verkeren al geruime tijd in slechte staat. De overheid heeft gemeend om dit weggedeelte te rehabiliteren. Dit weggedeelte is van groot belang voor voornamelijk de rijstboeren van dat gebied. De werkzaamheden verlopen vlot. Op dit moment de aannemer aan grondverbetering, zoals u ziet, het leveren, verwerken en verdichten van klinkzand. Waarvoor is dit nodig? Het is voor de fundering van de weg nodig. Hoe ziet deze weg er normaal uit? Heel slecht. Niet in rijbare toestand. En het fundament dat wordt gelegd, helpt dat? Zeker wel, vooral voor de landbouwvoertuigen die over de weg zal gaan. Zijn er veel landbouwvoertuigen die gebruik maken van de weg en waarom? Ja, zeer zeker, omdat in dit gebied er heel veel aan rijstaanplant wordt gedaan. Dus waardoor daarvoor hebben we dan gekozen dat de fundatie van het weg heel goed wordt opgebouwd. We merken dat op dit moment de weg wordt nat gemaakt. Waarvoor is dat? Dat is meer voor de verdichting die we willen krijgen. Los van dat er wordt gewerkt aan de weg, wordt er ook gewerkt aan de riolering? Nee, aan de riolering wordt er niet gewerkt. We hebben alleen maar meegenomen de weg zelf. Maar geen last van wateroverlast? Geen wateroverlast. En we hebben de riolering zo gelaten omdat het hier gaat om aanvoerleidingen en afvoerleidingen voor het paddyarealen. Nou, klagen de mensen wel eens van stof? De mensen klagen zeer zeker wel, maar ze zijn aan de andere kant ook wel blij dat hun weg wordt gemaakt. Wanneer is dit project begonnen? In juni, wat ze start zijn gegeven door zijn excellentie president Dizzy de Lano Boutersen. En wanneer wordt die opgeleverd of is het helemaal af? De uitvoeringsperiode is op 6 maanden, dus wij verwachten dat het al begin januari al helemaal af is. Is de aannemer ook ervan op de hoogte dat het af moet zijn die periode? Zeer zeker, de aannemer geeft zijn volle medewerking om het project af te ronden. Okay. Welk materiaal wordt allemaal gebruikt om dit te bewerkstelligen? Klinkzand, beeskoers, scherpzand en straatstenen.